vandaag in de podcast. Iemand kan echt het bloed om die naam vandaan halen. Ja, maar terecht. Kijk, die Jamie Vaas. En om die schedel. Ik heb ook de neiging om Jamie Vaas een paar klappen te geven af en toe als ik haar zie. Hebben jullie trouwens gehoord wat ze eist? Per klap krijgt ze 1000 euro of zo. Er is dus iemand met Down. En die heeft de Ironman uitgelopen. Want dat is zwemmen, fietsen en lopen, geloof ik. Ja. En dat heeft hij dus volbracht. Zo, dus knap. Maar dan downgrade je toch ook gewoon die hele sport. Ook letterlijk downgraden, maar... Ja. Toch als druk op die knop, doe maar. Ja, wacht. Daar zit hij. Oh, hier. Nee, maar jij wordt ook niet met je naam genoemd in deze podcast. Nee, jij dat kan gewoon alles eruit kramen wat je wil. Maar ja. Daniel en ik, wij zijn direct gewoon schietschijf van de Mokromafia. Ja, ja, ik zei dus net 1 seconde voordat we live gingen. Van, ja. Jij gaat toch beginnen met je verhaal, Daniel. En dan zei je nee. Maar jij had juist, je zit net te appen van, ja, ik heb echt iets wat ik kwijt moet. En dan heb ik expres, ik heb me heel lang ingehouden om het niet te vertellen. Oh, nu maak, maar nu worden echt verwachtingen gewekt die veel te hoog zijn. Maar dat komt bovenin mijn verhaal. Je verwacht dat ik iets kan. Ik heb, het was echt goed. Ik, was bij het tankstation. Wacht even. Oeh. Ja. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen dit niet gaan snappen. Maar ik was bij het tankstation, toen ging ik daar zo staan. Nou, toen paste die kutslang niet in mijn kut tankgat ding. Je kut. Ja, dat was ook fout. Ja, dat ging helemaal niet goed. Moest ik weer de auto in, stond weer voor lul. Ik achteruit rijden, dichter bij dat ding. Nou, oké, ik denk top, ik kan door met mijn leven. Ik pak mijn tankpas, maar ik had ongeveer een halve achterbank en McDonald's zakken en andere zooi in mijn achterbank. Toen dacht ik, die gooi ik gelijk weg. Heb ik mijn fucking tankpas in de tyfus prullenbak geflikkerd. Die is van mijn werk. En toen dacht ik echt, what the fuck kan ik wel? Ja, door. Dus ik... Terwijl ik al erachter was gekomen dat er een fucking dikke kruis... Hoe heet dat? Kruisspin. Oh, dat is wel ik zat dus zo die bak open te pleuren voor al die McDonald's-zooi en dus mijn tankpas. En toen had ik op dat moment opgemerkt, er zit een dikke kruisspin daar. Ik denk, ben ik blij dat ik niks meer met die fucking bak hoef. Ja. Toen dacht ik me, waar de fuck is mijn tankpas? Hij zat niet in mijn kontzak, andere zak niet. Niet op de auto, naast de auto, weet ik veel waar. Ik denk, ik weet wie ik ben. Waarschijnlijk heb ik hem gewoon in die fucking prullenbak gepleurd. Ja. Ik door die kruisspin lopen te harken, Ivan zijn web, de beest helemaal gespreid. En daar lag hij tussen de andere McDonald's zakken en mijn tankpas. Toen kon ik eindelijk afrekenen en toen dacht ik hoop dat niemand mij gezien heeft. Waarschijnlijk wel. En toen dacht ik, weet je, dit is weer, dit is typisch. En toen kon ik weer naar huis, Het is wel gelukt. Ik heb kunnen afrekenen. Dat ik had, anders had dat er ook nog bij kunnen komen. Nou, dat was het. Oké, dank u wel voor de aandacht. Nee. Ja, sorry. Zo, ja, ik zie opeens die samples. Ik denk, die gebruiken we te weinig. Maar goed verhaal wel. Ja, toch aan hier? Ik luister aandachtig. Kom je hier nog overheen, denk je? Nee, ik denk dat dit wel. Nee, maar je hebt hem wel gepakt, dus die tankpas. Ja. Wauw, dat is wel met vet. Met kruisspin. Nou, het was... Ik moest grijpen tussen de zak McDonald's en de zak KFC-afval. Ja, maar waar zat die kruisspin dan? Boven de bak. Je moest de bak... Je moest zeg maar die klep opentrekken en daar zat een spinnenweb aan vast. Dat beest als je dat ding open deed, werd hij gek. Ja. Want ik dacht... Dan ben je best wel bikkel. Ja. Voor een vrouw ben je best bikkel. Ja. Want de meeste vrouwen doen het, zullen dat never nooit niet doen. Nou, ik weet mijn werk. Ik bedoel, ik sta er al bekend als een staatsmogol. Dan kan ik ook nog dit doen. Hé, baas, ik heb ook geprobeerd de tankpas weggeflikkerd. Terwijl ik wou tanken. Ja. Ik kan toch ook een verhaal van maken wat er meest gebeurt. Ja. Dat je bent gestolen, bijvoorbeeld. Ja. Ja, maar laat maar zitten. Mag ik niet zeggen. Wat zeg je? Niks. Ja, zeg maar. Je mag hier zeggen... Het is een podcast, hè? Dan mogen we gewoon praten. Ja, als je niks dat gelooft zegt, dan, niemand, want er zitten niet zoveel buitenlanders hier in het noorden. Oké. Dat had je beter voor je kunnen houden. Ja, weet ik. Maar tegenwoordig niet meer, want overal zitten AZC's hier in de buurt. Ja.
Ja, dus je kan hem wel gebruiken. Maar een kruispin, ik heb even snel opgezocht, maar ja, ze kunnen wel, als ze echt in paniek raken, kunnen ze gif injecteren. Gadverdamme. Maar voor mensen is zo'n beet echter totaal ongevaarlijk. Ja, maar, weet ik. Maar kijk, die gaan misschien bij vrouwen in hun kut. Dat, ja. Dat is, kruisspin. Ja, ja, dat is waar. Daar zijn bang voor, denk ik. Ik denk, want anders begrijp ik echt totaal niet waar de meeste vrouwen zo bang zijn voor spinnen. Ja, maar dat lijkt me dus, als je een vrouw bent sowieso en je hebt een kut, dat je, ja, dat is vaak als je een vrouw bent nu, ja, nog steeds wel. Ho, maar tegenwoordig niet meer, hè. Ik, nee, maar het is goed dat je erbij bent, want ja, jij moet heel boven. Stel, je bent een vrouw en je hebt een kut. Ja. Dus stel je voor, niet alleen vrouw, maar je hebt ook nog een kut. Nee, maar ik ben natuurlijk veel aan het zwemmen daar tijd, maar gaat dan niet al het water in jullie kut komen? Dat lijkt me dan ook zo. Als je een soort chloorkut krijgt. Ja, nee, maar ik heb ook wel eens, dan gaat water in mijn oren of in mijn neus. Maar hoe zit dat niet op een gegeven moment, stel je gaat dat zwembad uit, dat op een gegeven moment al dat water uit je kut blijft lopen gewoon. Dat je hele kut vol zit met water. Ja. What the fuck? Ja, dat zijn dingen die in mijn hoofd zitten van ja, maar dat moet toch raar zijn als je gewoon... Ja, maar dan ben je, kijk, met chloor erin en zo, dan ben je wel gelijk weer gereinigd van binnen. Al je zonden zijn weggewassen. Is dat zo? Werkt het zo? Ik hoop het. Dat is een ding trouwens wat ik gelijk even in de groep wil gooien. Ik merk dus, dan heb ik gezwommen en dan merk ik dus dat mijn pik onwijs droog is. Oh. Ja. En dan, je zou toch denken dat hij nat is door dat water? Nee, maar dan ben ik dus thuis en dan denk ik, ga even lekker even een soldaat maken. En dan ga ik even een beetje aan de gang. Maar dan merk ik dat er soort van kloofjes en weet ik veel. Gaat mijn hele rot. Wat zeg je nou? Wat ga je doen? Dit is toch gewoon niet goed ook, joh. Wat is dit nou weer? Je gaat eerst zwemmen en dan... En dan short je hem kapot. Ja, maar dan is die helemaal droog. En ja, ik weet niet wat ik dan fout doe, maar misschien... Misschien pak je dikbleek in plaats van glijmiddel. Nee, maar dat komt dan toch door de chloor. Dan zeggen ze ook van... ja, je moet wel echt goed douchen na afloop. Nou, dat doe ik, maar... Ja, nou, misschien dus moet niet. Dan echt met zeep of... Maar ja, je pik schoonmaken met zeep is ook niet goed. Daar heb ik geen verstand van. Waar maak je het wel mee schoon dan? Ja, gewoon met water. Gewoon met water? Maar dan krijg je dat chloor misschien niet helemaal goed eruit of zo. Nee. Ik weet het ook niet. Maar een ander ding is... Misschien moet je het eens vragen als je... Ja. Badmeester. Als je bij binnenkomst, heb je toch altijd bij de receptie. Ja. Dus ik heb misschien een rare vraag hoor, maar na het zwemmen heb ik zo'n droge pik. Ja. Ja. Is dat, hebben jullie dat vaker dat mensen horen? Heb ik ook altijd. Dat was vaker. Ja. Mensen hebben een heel droge pik. Wil je hem zien? Wil je voelen anders? Of dat iemand zegt, kan je het even laten zien? Want ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Nou, dit en dit. Hier zo, kijk. Ja, maar daar wacht je op. Dat iemand dat zegt tegen jou. Ja. Of kan je even laten zien? Tuurlijk. Ja. Pap. Ja. Nou, maar een ander ding is, dat je, en dat heb ik ook even gegoogeld. Dat, weet je, ik heb al een redelijke pik. Ik ben in alles wel medium en mijn pik is ook wel goed. Ja, wel medium, denk ik. Gewoon, maar dat lijkt zo, omdat je zelf gewoon niet zo groot bent. Ja, maar gewoon dan is er dus... ik ging even googlen van, klopt het of niet wat ik meemaak? Ja. En dan is de vraag, kleine penis na het sporten, dit is de reden. En dat bestaat dus, omdat als je hebt gezwommen, merk ik, dan je pik wordt dan klein. En er zit ook nog een keer allemaal klover in. Het wordt niet echt smakelijk op deze manier. Ik denk niet dat die chick van de kapper je ook nog terugbelt op deze show. Nee, maar dat komt dus... Naar schatting heeft 80% van de mannen hier last van tijdens en na het sporten. Nou, dat heeft te maken vanuit de instinctreactie. Omdat je bent natuurlijk bezig met je lichaam. Je sport, zeg maar, met armen, benen. En dan, je pik is dan niet bezig. In het meest... De meeste sporten niet, nee. Nee, dan ben je niet met je pik bezig. Je derde been is in rust. Ja, en dan heb je... hoe komt het dat je soldaat rondom het sporten... Het gewoon met bloed te maken ook. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Het is gewoon bloedtoevoer. Het gaat ergens anders heen, dus... Ook gewoon met spijsvertering en zo. Is toch ook gewoon... Ja. Dus als jij als je hebt gegeten, dan moet je altijd even wachten... voordat je sport, want dan... gaat het bloed, als je dan gaat meteen gaat sporten, gaat uit je spijsvertering naar je benen en anders. En ook, maar ook met neuken dan denk ik. Als je hebt gegeten, dan moet je altijd even wachten. 20 minuten wachten. En dan kan je neuken. Minimaal. Misschien een uur is beter.
Want dat zeggen ze ook met zwemmen. Je kan niet na het eten meteen zwemmen. Ja, wel, dat kan dus wel. Dat nee, zijn ja, net hebben fabels. We gesproken dat het niet kan. Ja, het kan wel, maar... Ja, natuurlijk, het kan. Je kan ook na het eten neuken, dat kan ook. Maar is het prettig? Daar gaat het om. Ja, nou, ik weet het niet. Op zich... boert iemand gewoon die stampelt in je bek uit. Je kut. Nou, ja, ik had dus van de week wel, toen ging ik vrij kort na het eten ging ik zwemmen. Oh, nee, zwemmen. En toen dacht ik... nou, dat moet wel kunnen. Maar ik merkte wel dat ik af en toe een beetje dingen opboerde tijdens het zwemmen. Dat is toch raar, weet je? Als je aan het kotsen bent in het zwembad. Zo, en dan, andere mensen zwemmen er toch in, weet je? Dat is toch vervelend. Maar je moet door. Je moet door met zwemmen. Ja, maar en, dat kan het beste gebeuren. Ja, maar ik merk ook dat ik nog niet heel snel ga. En, maar toen kwam ik laatst, dus was er een gast aan het... je hebt een beetje door wie er vaker komt. Maar nou is het ook heel makkelijk, want dat was de enige donkere gast die aan het zwemmen was. Dus dan herken je het wel. Nee, wat? Dat is een feit. dus dan weet je, oh ja, dat is hij, die donkere gast. Maar, weet je hoe die heet? Nee, dat weet ik niet. Maar hij zegt, zo, ik ga naar huis, ik ben er klaar mee. En dat is wel toch wel grappig, als hij zo voorbij zwemmen van, ik ben klaar mee. En dan zeg ik, ja, ben je er klaar mee? Ja, ja. En een beetje rustig aan opbouwen, want zegt hij, ja, ik ben aan het revalideren van de hernia. Huh. En toen dacht ik, hé, dat is mooi, want dat ga ik nu ook gewoon gebruiken. Van, omdat ik niet zo snel ga. Dan, als mensen mij dan zien, zeg ik, ja, hernia. Maar je kan ook gewoon zeggen, syndroom van Down. Ja, dat kan ook. Ja. Dan denken mensen, oh, dat is toch wel knap dat hij zo recht blijft zwemmen. Ja, ja. Al is het trouwens, dat is wel grappig dat je erover begint, over Down. Ja. Dat had ik ook nog op de agenda staan bij de sporten, want daar gaan we het ook nog over hebben straks, sport. Oh, ja. Er is dus iemand met Down, en die heeft de Ironman uitgelopen. Want het is zwemmen, fietsen en lopen, geloof ik. Ja. En dat heeft hij dus volbracht. Zo, dat is knap. Maar dan downgrade je toch ook gewoon die hele sport. Ook letterlijk downgraden, maar... Ja. Toch als druk op die knop, doe maar. Ja, wacht. Waar zit die? Oh, hier. Ja, nee, maar dat is toch gewoon kut? Van, zelfs een Mongool kan gewoon de Ironman doen. Hey, daar ging een... Ja, Danielle. Dit was ik wel, ja. Sorry. Ben je bij. Ja. Dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan nog een marathon. Ja, maar, dat is 42 kilometer. In wat is de tijd? Dat is nou, moet je nou ook weten. 16 uur, is dat lang? 16 uur? Het klinkt als kort, als het dat heel is erg best, is. Nou, dat is nog best knap. Ja? Want dat is best lang, toch? 16 uur of niet? Weet ik veel. Ja, dat is bijna een dag. Gewoon. Ja, dus dat is eigenlijk nog knapper. Ja. Eigenlijk. Even kijken. 7 uur is het wereldrecord. Ja, dus gewoon meer dan het dubbele van het wereldrecord. Nou ja, dat is eigenlijk super knap. Maar we weten zeker dat hij het syndroom van Down had. Dat is natuurlijk ook een ding. Want er was ook iemand... Dat die is ook lullig, gefaked, hè? Ja. Hè? Die had het syndroom van Down. Ja, die had gefaked dat die Mongool was. Omdat hij vond het prettig. Ja. En dan kwamen ze pas na heel lang kwamen ze achter dat het geen Mongool is. Ja. Ja, klopt. Waarom kan dat tegenwoordig niet in deze tijdsgeest? Dat je identificeert als Mongool en dat het dan gewoon mag. Oh, ja, dat zou ook wel kunnen. Dat is toch vet woke? Ja. Dat gebeurt. Want ik sprak ook iemand die was een eigenaar van een zalencentrum in Utrecht. En die zei van, hier wordt gewoon elke maand komen hier, hij noemde naam, ik weet niet precies hoe dat heet, maar komen allemaal volwassen mensen om een feest te houden als baby. Ja, maar dat is ook een fetish. Ja, maar hij zegt, het is fantastisch, zegt hij. Het is echt fantastisch. Ja? Want die mensen die drinken heel veel. Maar ik zeg, hoezo, waarom drinken die mensen zoveel? Ja, ze vinden het lekker om die luien vol te pissen. Ja, dat is wel... Ja. Dus gelul. Die mensen die staan te dansen met een hele volle pisluien. Kijk, ik kan best wel voorstellen dat je een soort van kussengevecht houdt of zo. Een wereldrecord of weet ik wat, dat is dan leuk. Maar dit is gewoon serieus. Dat is gewoon ziek. Bloedserieus, die mensen. Ja. Pisserieus. Ja, bloedserieus. Ja. Maar dus je hebt natuurlijk alle... En ook mensen die zich identificeren als dier heb je natuurlijk ook. Furry heb je toch? Maar dat is iets anders dan dit. Ja, furry. Ja, dat was wel van de vorige keer over, geloof ik. Ja. Je hebt, wat Renier zegt, heb je ook daddy dom baby girl. Wat is dat? Dat zijn van die soort van dit, maar dan een soort combinatie van... Die baby ding, maar dan met een soort sugar daddy-achtige vibe. Ja. Dus het zijn van die jonge, beetje jongvolwassen vrouwtjes. Ja, vrouwen moet ik niet zeggen. Want vrouwtjes. Ze doen alsof ze... Chickies. Ja, maar alsof ze dus kleuters of baby's zijn. En dan hebben ze dus een soort SM
papi nodig die voor ze zorgt. Ja, maar je hebt dus hele zieke mensen erbij. Trouwens, dat is ook een ding over zieke mensen gesproken. Want jij zei, je moet die over die Dahmer moet je kijken. Die Jeffrey. Ja. Nou, ik heb anderhalf aflevering gekeken. Ik kwam niet verder. Nee? Dus, nee, jongen. Ja, ik heb niet gezegd dat je moest kijken. Ik zei alleen dat er ophef over was. Ik heb alleen gezegd dat er ophef over was. Oh, ik dacht dat je zei, je moet even kijken voor de podcast. Ja, ik kwam niet verder anderhalf aflevering. Wat een fucking zieke shit is dat. Ja. Ik begrijp wel dat mensen nu tegen dat ze zeggen dat het belachelijk is, dat is uitgezonden. Ja. Oh, ik vind het super interessant. Je ziet die vent gekker worden met seconden. Ja, oh, je hebt hem al helemaal gezien? Ja, nou, ik ben wel ver, maar ik heb het niet uit. Alleen, je ziet gewoon, ik wist van tevoren al wie deze vent was. En ja, dan zie je alleen maar het beeld van, wat een zieke gestoorde gast. Ja, dat blijft ook wel. Maar je ziet, in die serie vind ik heel lijp, dat je dus echt ziet hoe hij stapje voor stapje steeds verder gaat met rare zooi. Dat vond ik heel intrigerend. Ja, ja, er was ophef. De slachtofferhulp, die ging geloof ik ervoor liggen, want die wilde eigenlijk dat die eraf werd gehaald, omdat het pijnlijk werd, was ook omdat die zo geromantiseerd werd, geloof ik, dat verhaal. En, wordt die geromantiseerd? Hij krijgt zeg maar wel een soort van, op TikTok zijn allemaal mensen die het allemaal zielig voor hem vonden of zo, omdat hij blijkbaar, heeft hij iets of zo wat hem, interessant maakt en weet ik veel. Ja, maar dat vond ik met die Ted Bundy ook. Ja. Zo heet hij toch, Ted Bundy? Ja. Is dat met die... Maar dat vond ik wel interessant. Ja, is dat niet hetzelfde dan? Een beetje hetzelfde idee? Ja, maar ik vond gewoon hoe die serie gefilmd is, vond ik heel ziek. Ja. Je wordt er echt misselijk van. Is dat met die bel zo op die deur zit te hakken? Weet ik niet. Niet, oké, laat maar. Maar het grappige was, eerder kwam er ook al kritiek uit de queer gemeenschap. Omdat Netflix de serie het label LHBTI had gegeven. Maar ja. dit vind ik hilarisch. Sorry. Ja, maar dat is wel zo. Ja, dat klopt. Maar, wel, ja. Objectief gezien is het waar. Ja, maar ik denk dat LHBTI, die wil alleen maar geassocieerd worden met leuke dingen, denk ik. Ja, maar de Q hebben ze hem weggelaten. Ja, misschien. Ja, dat staat hier wel. Ja. Ja. Nou ja, het klopt wel, maar ja, hoe moet je dat typeren? Dit betekent dat kijkers bij veel programma's over queers als kijktip Dahmer kregen. Ja, ik vind dat dus ergens wel gewoon zwart humor grappig. Ook gewoon, ja, ja, dit maar label... dus het zijn niet alleen maar witte heteroseksuele mannen. Nee. Ja, ook homoseksuele mannen. Ja. Ook als ze maar wit zijn. Dat is wel waar. Is ja, ding. Dat moet. Ja. 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 Maar ja, hè, ik wil geen spoiler, maar ik vind het echt een KUT-serie. Oh ja, okay. Ik vind het dus wel leuk, maar misschien dat nou, leuk is niet goede woord. Ja, maar ook ziek hoor, Daniel. Ja, weet ik. Dus op zich... Maar ik vind het gewoon echt serieus. Mensen die tot dit soort dingen toe in staat zijn, dan denk ik, wauw, hoe kan dat? Ja, nee, het is intrigerend. Dat ik denk, van, dat het is zo ver van je menselijkheid af dat je dit soort dingen kan doen... Ja. Dus wat voor nog grotere motivatie zit er achter? Je moet ook wel veel vrije tijd hebben, denk ik. Om het toch? Te doen of om de serie te kijken? Nee, om het te doen. Je moet toch, want er gaat best wel veel handeling in zitten. Ja, maar het is toch gewoon part of his life dan? Ja, maar toch. Ik zou niet weten waar ik de tijd er vandaan moet halen. Ja, dat is ook wel... Je probeert je in te dekken nu, Renier, omdat je ook een witte man bent, zeker? Maar daar heb ik wel geen tijd voor. Necrofilie? Nee. Ik zou wel willen, maar waar ik de tijd in kon voor. Ja. Yo, kon ik het maar. Ik heb wel geen tijd voor. Ja. Hoor je altijd van mensen, ik zou het niet kunnen, nee. Ja. Maar, je hebt heel veel... want dan zei ze toch ook over die Obama, zei ze op een gegeven moment van, ja, dat hij ook heel veel vreemd ging. Ja. Obama. Maar dan dacht ik ook van ja, dat kan het niet. Want, hij had toch zo druk. Ja, ja. Hij is president. Ja. Want Kennedy deed wel. Ja, maar Clinton. Kijk, Clinton die werd gewoon gepijpt terwijl hij in de Oval Office zat. Ja, die was gewoon... Dus dan multitasken. Ja. Ja, en dan weet je van ja, hij was al aan het werk en zij zat gewoon... Zij was secretaresse, dus zij zat onder die tafel en hij was gewoon zijn werk aan het doen. En ook gewoon mensen bellen ook. Ja. Gewoon regeringsleiders van andere landen. Ja. Ja, maar dat... kijk, maar bij Clinton... Die had altijd wel zo'n chill... Je is altijd wel chill. Ja.
Maar Obama, die maakte ook al de indruk dat hij fucking hard werkte. Ja. Nee, daar geloofde niks van. Dat red je ook gewoon niet, qua tijd ook niet. Nee. Toch? Dat, maar ja, kijk, Huberto Tan, ja, die had ook, ja, die ging na zijn opnames, toch? Ging die even zijn ja, maar dat is wel een tweede huisje aan werkdruk, hè? Een president van Amerika of een talkshowtje in Nederland. Ja, dat is ook wel zo, maar hij moet ook voor de volgende dag weer voorbereiden. Ja, maar die Wilfred toch ook? Die neemt zich toch ook En God, Matthijs van Nieuwkerk toch ook? Is dat zo? Ja, die heeft in een van haar kamertje of zo. Die hebben een scoop? Nee, die is van Roddenpraat gejat. Oh. Ik heb geen scoops. Ik woon in een gehucht. Oh, ja, maar kijk, ik kan me best wel voorstellen als je een tv-president bent, of zeker zo'n Nick en Simon. Ja, die hebben heel veel vrije tijd. Ja. Toch? Dan red je dat wel. Maar ik zou niet weten of ik nu de tijd ervoor daar moet halen. Nee, dat... Is je vriendin blij? Ja, die is niet zo vaak blij. Ja, maar jij zegt ook heel vaak, nee, ik moet weer even een podcast opnemen. Ik moet helemaal weer die kant op, dus ik ben een paar uur weg. Ja, anderhalf uur reistijd. Maar er komt maar één podcast per week online, toch? Die heb je opgenomen. Ja, editen. Hey, maar Reinier, had jij nog niet... Heb jij nog dingen meegemaakt? Ja, heel veel. Nee, maar wat ik zo irritant vind, want iemand die had ook een kindje gekregen, dat is leuk. En, maar daar is opgeschreven, als je langskomt en je wil wat meenemen, mag alleen natuurlijke dingen meenemen. Er zijn al een boomstronk mee? Ja, wat de fuck? Al bloemen uit hun tuin geplukt. Wat zeg je? Bloemen uit hun tuin geplukt gewoon. Ja, maar je mag niet iets van plastic of waar plastic in zit meenemen of zo. Jezus. Maar dat gaat toch ver, of niet? Ja, toch? En heb je dan ook echt, ben je op pad gegaan om dan te gaan zoeken? Ik ben gewoon niet geweest. Nou, dat is ook een goeie. Yeah. Maar dat ga je dus krijgen, dan ga je die mensen gewoon mijden. Ja, maar ik bedoel, hoe ver, wees blij dat mensen langskomen en wat leuks meenemen. Ja, ook eisen stellen gewoon. Ja, ook gewoon eisen, het moet natuurlijk zijn. Maar waar woon je zelf in een boomhut of zo? Nee, je woont ook gewoon in een huis. Toch? Dus mensen draaien ze door. Dat vind maar dit ging dus om echt producten. Want je hebt ook natuurlijk... Cadeautjes. Om cadeautjes, ja. Ja. Yeah. Maar je hebt natuurlijk ook... Want dat is tussen biologisch en natuurlijk. Yeah. Dat is inderdaad hoe iets gemaakt is of zo. Yeah. Maar dan heb je ook met eten heb je ook nog. Heb je vega en vegan. Dat zijn ook weer verschillende dingen. Vega en vegan, ja. Maar biologisch en natuurlijk kan je ook in eten hebben, toch? Biologisch en natuurlijk vind ik moeilijker te onderscheiden, moet ik zeggen. Ja, maar al het eten is natuurlijk. Uiteindelijk toch wel. Alles is natuurlijk. Nee, dat kan je weer zeggen. Dat alles wat want mensen passen toch al heel lang zaden en gewassen aan, zodat ze beter groeien. Dat is niet echt 100% natuurlijk. Ja, maar alles is natuurlijk. Ja, het groeien is toch uiteindelijk, dat doen wij toch niet? Ook als dingen niet groeien is het ook natuurlijk. Ja. Nou, ik heb hier, er staat een product mag al als natuurlijk bestempeld worden, zodra er een paar natuurlijke ingrediënten in zitten. Het kan dus goed zijn dat het overgrote deel van ingrediënten nog steeds synthetisch geformuleerd is. Biologisch of organic wil zeggen dat een product natuurlijke ingrediënten bevat die biologisch geteeld zijn. Met andere woorden, geteeld met respect voor dier en milieu. Ja, en daar pleur je relatieve soja en zooi erbij. Ja, respect. Maar ook onbespoten, toch? Met biologisch, dat dacht ik altijd. Ook niet altijd. Ik weet niet, er zijn heel vage regels voor. Het is echt kleine lettertjeswerk. Ja, maar met die vegan en vega, ja. Vega is denk ik van vegetarisch, of niet? Ja, dat is vegetarisch en vegan. Ja, en vegan is gewoon dat je helemaal niks met vlees doet. Dus ook geen... Ook geen schoenen van leer en... Ja, maar ook melk niet. Melk niet en zelfs honing niet, want honing komt van bijen. Van bijen, ja. Oh ja, er staat hier... Vega is een roepnaam voor vegetarisch. Iemand die vegetarisch eet, wordt ook wel een vegetariër genoemd. En ben je een vegetariër, dan eet je geen dieren. Sommige mensen zeggen ook vegetarische mensen. Ja. Maar dat kan er niet. Nee, maar je hebt dan... De meeste vegetariërs eten wel ei- en zuivelproducten, zoals kaas, melk en yoghurt. En er staat officieel, eet een vegetariër geen producten van gedode dieren. Dat wil zeggen geen vlees, geen vis, maar ook geen producten zoals gelatine. Dat komt van de huid. Van botten, toch? Van varkens, ja. Van botten. En kaas, want daar zit kalfstremsel in. Ja. Maar dus bij de ene zeggen ze dus inderdaad, de meeste vegetariërs eten
wel kaas. En bij de andere zeggen ze, eigenlijk hoor je dan ook geen kaas te eten. Maar dat is ook zo het hypocriete. Als in, weet je, ja, nee, ja, dat eet ik wel. Maar weet je, ze doen zelf ook... Ben ik zo irritant, van, dan was ook met die BN'ers toch op tv. En die zeiden van, ja, het moet nu wel een keer afgelopen zijn met vlees eten. Ja. En dan zei zo'n vrouw van, ja, want ik ben al 10 jaar vegetarisch. En ik voel me heel lekker. Ik voel me supergoed. Ja, ik heb dat ook. Veel plezier. Maar ik zeg dan ook gewoon van, ja, ik eet 10 jaar al vlees. En dat gaat gewoon prima. Weet je? Ja. Je neemt een barbecue van je werk mee naar huis. Nee, maar zo kan je toch altijd terugpasen van, ja, ik heb al 10 jaar, nee, eet ik dat niet en dat heb ik helemaal niet nodig. Ja, andersom is het ook zo, vriend. Ja, dit is ook zo. Maar ja, er zijn ook gewoon kinderen die zijn overleden, omdat die ouders gewoon heel verkeerd vegan te eten. Huisdieren ook, dat je nee, katten vega-brokken loopt te vreten. Vegan, moet je prima doen, weet je, moet je doen wat je wil. Dan stop je gewoon elke dag 12 bananen in je reet, ik vind het prima. Maar als je kinderen hebt... Dan niet. Nee, dat is dus een mooie discussie. Want dat was inderdaad toen bij Humberto zat die persoon volgens mij, die moeder. En ja, dat was heel veel te doen. Maar dat is ook vaak het verhaal met ouders die kinderen hebben. En dan in de coronatijd dan zeggen ze... Ja, ik bepaal zelf wat met mijn kinderen doen. Nee, dat is helemaal niet zo. Want jij mag ook niet je kind verkrachten. Even heel, heel zwart-wit. Maar weet je, als je alles met je kind wil doen... Nee, maar dat is wel het meest duidelijke voorbeeld. Want je mag niet alles met jouw kind doen. Weet je, klopt, je kind heeft ook leerplicht. Weet je, dat soort dingen. En dat doe je wel altijd al, weet je. Ja. Dus ze gaan er allemaal zo tof lopen. Ik bepaal, nee, dat is helemaal niet zo. Dat is dat beeld je maar in dat jij dat maar allemaal mag bepalen. Maar als je dat even, als je leven even terugkijkt, dan heb je dat al nooit gedaan. Nee, klopt. Het is ook zo. Klopt, dat heb je heel goed gezegd. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het heel goed. Ja. Wil jij nog wat inbrengen, Danielle? Wat zeg je? Kom. Jezus. Oh, jongen. Nee, maar waar... weet je, en op een gegeven moment je hebt van vegan... en je hebt ook nog, wat je ook nog hebt is vaginisme. Heb je ook nog. Vaginisme? Ja. Maar dat mag je geen kut. Ben je niet zo duidelijk zeker, of wel? Ja, dat is heel wat anders natuurlijk. Maar dan mag je geen kut, of wel? Ja, dan mag je geen kut. Nee, dan... Dan past er niks in je kut. Ja, nee, laat maar. Ja, maar wat is het dan, vaginisme? Ja, dan past er niks in je kut. Dan past er geen tampon in, helemaal niks. Dan is het gewoon één grote verkramping, zodra er iets erbij komt. Bij dit pikkie van jou past dat wel. Die vindt wel een weg. Die taal zit een weg. Heel klein kutje. Hey, joh, dat past makkelijk. En anders ga je eerst even zwemmen, dan gaat het daarna wel goed. Is goed, ik ga wel even sporten eerst. Speld in zo'n... Ja. Je begrijpt wat Maar je bent dus uiteindelijk niet geweest naar die verjaardag en je vriendin wel. Welke verjaardag? Of was het een housewarming? Was het? Of, was nee joh, nee joh. Een baby shower. Ja, het was baby. Ja. Baby shower. Nee, babybezoek, sorry. Maar krijg je dan krijg je zo'n lijst mee? Want dan heb je toch ook allemaal van die... ik zit in zo'n WhatsApp groep met mijn broer en en dan mijn schoonzus. En dan is dan dat jongetje jarig. En dan krijg je iets doorgestuurd van een verlanglijst. En dan kan je dat dan gezamenlijk zo afstrepen van dat heb ik al gekocht. Ja. Gerecycled papier of niet? Nee, gewoon in zo'n app, gewoon digitaal. Ja? Ja, van hij wil dit hebben. Met Sinterklaas toch? En dan kan je loodjes trekken en dan kan je al voorkeuren doorgeven. Van wat je wil. Ja, dat. En vind ik ook dat zo... En dan veel te dure shit te aangeven. Maar ik bepaal wat ik jou ga geven. Ik ga niet even... Dat vind ik wel waar, want dan is het persoonlijk. Wat je krijgt. Ja. Maar vooral mensen die natuurlijke dingen... Ook van die mensen die dan... Weet je, die helft met het milieu begaan zijn... En afval scheiden, elektrisch rijden... Maar wel gewoon 3 keer per jaar met een vliegtuig op vakantie gaan. Ja. Die moeten voor mij ook echt kapot. Ja. Dat is ook echt kut. Ja, maar het is toch juist geweldig om dan iets te geven wat ze dus niet willen hebben. Het moet wel natuurlijk zijn. Ja, niet de benzine. Ja, gewoon zoiets, ja. Niet de benzine. Ja, ik heb het nou al gekocht, hè, zonder om weg te gooien. Ja. Asbest. Kijk, ik heb een kleine man meegenomen. Zak asbest. Benzine. Dus asbest. Maar het zit wel in benzine. Ja. Gewoon een levende schaap geven. Van, dan weet je zeker dat het een goede trui is. Als je hem, het is wel natuurlijk. Ja. Zeker. Ja. Ja.
Ja, maar dat moet je ook nooit doen, hè? Dieren, huisdieren aan mensen cadeau geven. Dat is ook, vind ik, zielig voor de diertjes. Ja. Ja, maar het is ook zo dat dat soort mensen, die natuurlijke mensen, die wassen zich ook bijna niet. Of met van het gore zeep. Wat gore zeep? Ja, gewoon waar geen geur, parfum in zit. En dan uiteindelijk ga je toch gewoon stinken. Groene zeep? Nee, geen groene zeep. Volgens nee joh, je weet van het... En ook gewoon van die vrouwen die de oksels niet... Ja, precies. Dat is zo goor, jongen. En nou, benen haar, dat moet ook maar gewoon kunnen. Of dan heb jij trouwens je haar afgeknipt voor Iran? Ja, dat is een goeie. Nee, dat is een ander... Nee, dat vind ik niet leuk. Jullie spotten met mijn ziekte. Hoezo? Wat? Nee, voor Iran wat? Wat voor ziekte nou weer? Niks. Nee, ik bedoel... Jezus. Wat voor ziekte dan? Niks. Nee, ik bedoel voor Iran. Heb jij haar voor afgeknipt? Iran? Nee. Hoezo niet? Nee? Ja. Wat is dat nou weer? Dat is wat echt, boeit die mensen dat ik mijn haar afknip? Nee, is een statement wat je maakt. Ja. Ja, wat boeit de mensen om mij heen, die om mij heen wonen, dat heeft dan niks met Iran te maken. Hoe is het trouwens in Groningen? Wordt wel eens naar het buitenland gekeken van, wow, Iran, dat is wel heel ver weg. Zoiets. Of, ze kijken wel eens naar Noord-Holland. Daar zit nou in meer achter toe, jong. Nee. Ja. Nee, zo erg is... Kijk, ik maak het extreem, maar zo erg is het niet. Maar... Oh. Nee. Ja, jullie zijn wel weer geschrokken, hè? Ja, er was er een bevingtje. Dat zit dus jullie echt hebben echt jullie eigen problemen. Rond mijn huis, hè? Die shit. Wat zeg je? Nou, dat het centrum ervan rond mijn huis zit. Rond jouw huis, het centrum? Oh, het epicentrum. Echt waar? Ja. Dat meen je niet. Ja. Dus we praten hier gewoon echt met een slachtoffer. Ja. Klopt. Wauw. Dus waarom hebben jullie nog je Instagram-pagina niet gewijd aan schokkend Nederland? En dat je wel een soort van trillend plaatje of zo post. Ja, hoe doe je dat? Een trillend plaatje? Dat kan niet. Een gif. Ja, een gif. Ja, een gif. Ja, maar ja, weet je, die Groningers. Ja. Maar dat wilde ik nog zeggen. Ik dacht altijd een epicentrum. Ik dacht dat is dan in het midden staat dan een centrum. Een iets, een huis of zo. Van ja, daar is het epicentrum. En ik ja... Maar hoe kan het dan dat elke keer het epicentrum is, staat precies dan waar die aardbeving was? Dat snapte ik nooit, maar dat is dus gewoon een punt. Hé, hey, maar wanneer ben je erachter gekomen? Gisteren. Ja, nee. Ik heb dat wel lang gedacht, denk ik tot mijn 16 of zo. Oh, daar heb ik ook wel iets doms van mezelf. Ja, wat dan? Ik wist net waar Antillianen vandaan kwamen. Ik dacht dat er echt oprecht op stond als Antillië. Dat is wel goed ook. Meen je dat dan? Ja, echt. Ik leerde in klas 4 of 5 dat het Nederlands Antillen bestonden en toen viel het kwartje pas. Hmm. Ja. Maar jij dacht ook dat het iets slechts was, omdat het anti was. Nee. Daarom denken mensen dat. Van Antillianen, oh, dan moet je uit de buurt blijven. Nee, ik dacht oprecht, waar de fuck ligt Antillië? Ik dacht dat het een soort van Pirates of the Caribbean plek was. Ja, dat dacht jij. Ja. Maar dat is wel kut. Kort. Stel dat je dan bij een programma was geweest, bij First Date of zo. Yeah. En dan komt net zo'n vraag of zo. En dan weet je dat niet. Dan denken ze echt dat jij altijd gewoon een superdomme Mongool bent. Nou, zijn ze zelf van tijd. Je alleen dit niet wist. Meestal hebben ze gelijk, maar... Nee. Ja. Maar wat ik ook zo irritant vind is van die mensen die dan die op vakantie zijn geweest. En bijvoorbeeld naar China of zo. En dan zeggen ze dan... Peking, maar dan op zijn Chinees. Ja, Beijing. Beijing. En maar dat is zo irritant, vind ik dat. Ja, of dat ze gewoon heel lang nog Engels blijven praten. Zijn ze gewoon 3 weken vakantie geweest daar. Ja, maar hoe zeg je dat woord ook alweer? Ja, zo erg, jongen. Dan krijg je jeuk van. En van die mensen die dan hun foto's willen laten zien. Dat ze gewoon die foto's in je bek douwen. Ja, maar het ligt eraan. Wat voor foto's? Ja, maar het zijn nooit die foto's die jij wil. Ja, dat weet je niet. Nou, dat weet je niet. Misschien bij Danielle wel. Ja. Ja. Maar je zet toch ook geen Beijing eend? Het is toch Peking eend? Ja. Toch? Ja, maar wij zeggen ook, sommige mensen in Nederland zeggen zelfs Babi Pang Pang. Dus op zich zegt dat ook niks. dat is waar ook. Zeggen we allemaal vroeger altijd. Babi Pang Pang. Ja. Oké, maar dat vind ik wat anders. Want dat is gewoon, dat is onwetendheid. Maar mensen die expres heel interessant proberen te doen. Ja. Wat had je vroeger ook, van dat je tegen hem zei, heb je die film gezien? Nee, maar ik heb het boek wel gelezen. Oh, die dat zijn de ergste inderdaad. Ja, maar dat hoor je tegenwoordig gelukkig niet meer. Nee. Bijna niet meer. Nee. Of mensen die nooit tv kijken, maar wel dan net dat programma hebben gezien. Ja.
Nou, of van die mensen zeggen, ik heb geen tv meer. Ik kijk nooit tv. Ja, maar dat, ik heb echt geen tv meer. Nee, dat weet ik. Zo erg ben jij. Ja. Nee, ik kijk maar je kan alles Netflix, gewoon wel kijken. Ik heb Netflix, HBO, Amazon en Disney Plus. Zo, die Disney Plus is jouw voorkeur, denk ik. Ik vind het fantastisch. Wat kijk je? Heel veel YouPorn kijk ik. En, ja. Ja, nou, dat mag toch? Ja, natuurlijk. Nee, dat mag. Dat mag. Alles mag. Ja, ik ben begonnen, ik wil zeg maar die nieuwste James Bond kijken van vorig jaar dan, die uitkwam. Spectre. Nee, die voor vorig jaar is ouder, No Spectre? Time to Die of zo, toch? Of, die is vet. Die. Ik weet maar, het niet. Maar ik dacht nog van, volgens mij heb ik niet de laatste paar gezien. Dus ik heb Skyfall gezien en ik ben nu bezig met die andere Spectre. En dan ga ik die nieuwste eens kijken. Dus, maar toen zat ik dus te kijken en toen was er dus Skyfall en toen ging James Bond, die ging ongevraagd onder de douche staan bij een vrouw. Ja. Dat kan toch niet? Ja, wel. Nee, dat is gewoon niet normaal. Nee, maar hij ziet er wel iets. Hij ziet er wel goed uit. Ja, maar dan nog. Ik dacht dat wij zeggen, je ziet er wel iets. Nee, iets beter uit. Ja, we gaan terug naar dat zwembad waar de creative altijd zwemt. Ja. Maar ik kan het zo maken, hoor. Nee, maar jij met je kleine droge pikkie. Met scheuren erin. Nee. Ja. Ja, dat dit dan zo erbij komt. Weet je, maar dan met zo'n douchecabine. En dat het allemaal krap is. Zo. Sorry. Ik wil er ook bij. Ja, zo goor. Ja, sorry, hoor. Makkelijk, want je hebt toch wel een klein pikkie. Ja. En dan zie je hem met die dikke lul van hem. Maar wel een verhouding. Je moet het wel even eerlijk zijn. Nee, maar het is toch gewoon raar. Want zij stond onder de douche. In haar eigen huis. En hij is blijkbaar ineens in dat huis terechtgekomen. Gewoon binnengeslopen. Ja, maar dingen gebeuren ook, hè? Ja, maar ik... ik geef toe. Gebeuren. Daarna hadden ze wel seks. Ja. Maar dat weet je van tevoren niet, weet je. Of het gewenst is. Dus nee, goed als ik bij je... Maar ja, dan gaat ook de spanning ervan af. Ja, daarom. Dus ja, het is gewoon... Als ik jou was, zou ik dat niet doen. Nee, oké, dat is een goede tip. Misschien voor andere luisteraars ook. Kan alleen films. Maar wat ik ook zag... medium knap, neem het risico niet. Nee, maar ik zag dus ook Moneypenny. En dat is dus een vrouw en donker. En het is zijn hulpje. Ja. En dacht ik, dat is ook niet oké. Het is net Sinterklaas al over again. Ja. Ja, maar Sinterklaas die wordt niet op speciale missies gestuurd. Ja, nou, elke 5 december is een missie op zich. Maar en die hele fucking pakjesboot is elke keer kwijt, hè? Die zat te laat en zo. Dat is echt wel een missie om dat op tijd goed aan te laten. Dus eigenlijk moet Sinterklaas gewoon Moneypenny hebben. Ja, en neuk ook. Die doet, ja. Ho, dit is wel smerig. Dat gaat niet goed. Oké, nu gaat zelfs Daniel te ver. Dan weet je gewoon. Okay. Ho, ik ga zelfs te ver. Jongen. Nee, het gaat jou te ver, toch? Oh ja, oké. Ja, dat zei je. Sinds Jordan niet meer is, gebeurt dat niet vaak, maar... Nee, maar als jij zegt, ho, stop, dan weet je... Ja, dat is echt... We hebben jou een beetje als grens. Moreel kompas. Dus we gaan nu... Jij bent ons moreel kompas. Ja. Dus dan zeg nu sorry voor de afgelopen opmerkingen. Ja, gewoon 4 podcasten. Ja, voor de afgelopen 4 podcasten. Maar waarom zeg je sorry? Want het is leeg. Dat weet ik niet. Okay. Nee, dat maakt niet uit. Dat is goed. We gaan alle kanten op vandaag, merk ik. Maar wat is je plan dan? Toe dan? Nou, er is wel goed nieuws rondom Johnny de Mol. Wat dan? Nou, die is vrijgesproken. Oké, gefeliciteerd. Ja, en nu is die andere gast, dus die gaan ze vervolgen. Welke andere gast? Ja, diegene die die zaak heeft aangespannen tegen Johnny de Mol. De raadsheer van Sjerma Kaas. En die gaan ze vervolgen. Ja, dat is dus die Abu Char, die Abu die gast. Maar ze gaan niet Simra Kaas vervolgen. Nee. Maar die raadsheer? Ja, die raadsheer, omdat dat zijn die gasten van die Music Me Too. Oh, lekker. Oh, die, dus dat die is echt club. Lekker. Ja, oh, dat is echt wel een beetje een heel echt goed. Vreemd gedoe. Ja, dus dat zo'n rechter dan ziet van, ja, maar want, dat doen ze voor wegens afdreiging, dus de afpersen, zeg maar. Maar ja, dan gaan ze natuurlijk ook alles doorlichten van hun. Hoe ze te werk gaan, denk ik. En dan weet ik veel wat. Ja, maar ik vond het ook een heel vreemd iets. Ik heb, ik heb er niks meer van gehoord. Was er een duur was het, zeg maar, toen het groot werd naar boos, was er opeens een of andere mega opgeklopte gebeuren. Ja, dat filmpje van 10 minuten. Ja, en daarna stort het volgens mij weer in. Maar wel lekker dat ze hun pakken. Maar is dan die Sharma Roos? Sharma Kaas. Ja, kaas, toch?
Kaas, maar die heeft toch echt wel meegemaakt, of niet? Ja, kijk, het ding is, er waren foto's, maar daar is geen context bij die foto's. Want je weet niet, kijk, die foto's kunnen ook zijn geweest van nadat ze van de e-bike was gevallen. Ja. Weet je, dat kan ik ook doen. Van, kijk eens, ik ben door Johnny in elkaar geramd, maar dat is gewoon vlak nadat ik weer ben getiefd met mijn e-bike. Weet je, ja, ik weet het ook niet, maar nee. Ik dacht dat daar enige consensus over was. En dat audiofragment, dat is gewoon in elkaar gekunsteld. Want ja, ze heeft dan heel erg geforceerd hem uitspraken laten zeggen of zo. Dus dat is gewoon op voorspraak van hun geweest. Van ja, je moet hem gewoon even bellen en dan moet je een beetje die kant op gaan. En, ja, maar dit vind ik ook wel weer een heel klein beetje, vind ik ook niet helemaal wat het is. Want hij heeft ook gezegd dat helemaal vooropgezet is. Dat vind ik ook, want iemand anders ga je helemaal niet ontblokken dit soort bullshit te lullen. Nou, dus het is en. Nee, maar er is, kijk, hij heeft gezegd, we hebben een vrij heftige relatie gehad met, de verdient niet de schoonheidsprijs, bla bla. Ja, zegt Leo Klein ook. Iemand kan echt het bloed om die naast vandaan halen. Ja, maar terecht, kijk die Jamie Vaas. En om die schedel. Ik heb ook de neiging om Jamie Vaas een paar klappen te geven af en toe als ik haar zie. Hebben jullie trouwens gehoord wat ze eist? Oh, nou vertel. Nou, in haar serie op Discovery Plus zegt ze, ja, ik hoef helemaal niks meer van hem. Of geen alimentatie. Ik zorg voor Leo. Nu schijnt dat zij nu als uit elkaar gaan shit, alimentatie door eist. Een Range Rover, huis in Amsterdam-Zuid. Alimentatie, partneralimentatie. En nog iets anders. Maar echt, dat is echt normaal. Normaal eis je toch gewoon alimentatie wat gewoon wettelijk hoort. Ja, gewoon. Dus zeg maar de helft kan ze al wegfluiten. Want inderdaad, als je niet getrouwd bent of geen samenlevingscontract hebt of whatever, geregistreerd partnerschap, kun je alleen maar voor je kind dat krijgen. Dat lijkt mij ook gewoon logisch en op zijn plek dat ze dat voor haar kind krijgt. En verder moet ze gewoon haar mond houden, denk ik. Toch? Ja, weet ik niet. Nee? Waarom niet? Nee. Of per klap krijgen ze 1.000 euro of zo. Ik vind, maar dan heb je over schadevergoeding. Dat is ook weer een ander verhaal. Ja, ik weet, je zoek het maar uit om met z'n tweeën. Zoek maar. Kan mij het schelen, ja. Ja. Ik bedoel, ik vind het toch wel irritant, wijf. Ja. Ik vind hem ook irritant, dus. Ja, nou, mooi gesproken. Ja, toch? Nee, maar er was zo'n grappig verhaal, want op een gegeven moment bij 7:30 kwam ook het goede nieuws, van John naar buiten van, hij is vrijgesproken. En er zat daar Ronald Molendijk en nog iemand. En die spraken eigenlijk vooral over Johnny en zo. Van, mooi dat het recht zegeviert, bla bla. En dat was wel grappig. Toen, Frans Duits zat er ook. Frans Duits? Frans Duits, die zanger. Frans Duits. En die zei dit. Frans, jij tot slot? Ja, ik moet zeggen, ik heb hem net even een appje gestuurd. Van, joh, hey, Michael, hartelijk gefeliciteerd en blij dat het zo gelopen is. En ik denk, ik sluit het eigenlijk, ik kan het niet verder vertellen als dat we het nu vertellen. Ik sluit me daarbij aan en ik zou zeggen, joh, laat het lekker met rust nu. Zo. Door met positieve dingen. Ja, nou, ik vind het zo kansloos dat hij zegt, ik heb hem even een appje gestuurd. Ik zeg, grappie, maatje, even dit. Hij moet even laten weten dat hij een appje heeft gestuurd. Ja, het is een kennis van mij. Ik heb wel even connecties of zo. Ja, nou, een fucking name droppen, weet je wel. Het gaat even niet om jou, vriend. En het gaat hem geappt. Er wordt gewoon gevraagd naar je mening van wat vind je van het nieuws. Niet of je hem hebt geappt, weet je wel. Nee, ik begrijp het wat je bedoelt. Ja. Ja. Nee, het is dus, dat moest even van mijn hart. Ja. Nou ja, waarschijnlijk, dat is natuurlijk van, iedereen vindt kleine kut, maar Frans Duits heeft al heel erg lang geen bekendheid meer. Nee, dit gaat over John de Mol. Hè? Dat bedoel ik, John de Mol. Heeft ook al helemaal, maar dat is helemaal dom van Johnny trouwens. Wat? Nou, als hij wordt gerelateerd aan vrouwen mishandelen. Frans Duits. Ik snap er geen reden meer van. Laat maar zitten. Het gaat niet goed. Nee, het gaat niet Johnny goed. De Mol is vaak gesproken. Oh, stop. Het gaat niet goed dit. Ja. Nee, ik zit zeg maar naar jullie te luisteren terwijl ik dingen heb over Ted Bundy aan het opzoeken ben. En nu gaat het Oost om elkaar. Dan ga je weer dingen opzoeken ondertussen. Dat kan jij niet. Dat kan alleen ik. Nee, nou, ja, weet ik niet of jij het kan, maar ik kan het in ieder geval niet. Nee. Nou, oké, niet meer doen. Ja, baas. Maar verder over tv hebben we nog ander nieuws, want de televisiering gala was. En dat was dus echt heel grappig, want de prijs was vroeger altijd vrouwen en mannen en zo. Ja. En dan wilden op een gegeven moment de vrouwen, volgens mij kwam het van vrouwen, want dat is altijd zo'n vrouwending. Ja, het moet helemaal genderneutraal zijn, die prijzen. En dat was ook bij de Gouden Kalveren. En het is nu dus ook hier gebeurd dat geen enkele vrouw die prijs gewonnen heeft. Ja, maar dat is toch wel langer zo?
Nee, maar dit is niet hoor. Dit is voor het eerst bij de televisieringgala. En hiervoor was het bij de Gouden Kalveren. Dus dat is die waarschijnlijk werd het een van Gouden Kalveren. Nou, dat is zeg maar van, en toen wonnen ook geen vrouwen. Vrouwen dan zeiken van, geen enkele vrouw gewonnen. Ja. Maar jullie wouden toch inclusief laten zijn? Ja, maar dat is niet eerlijk. Ja, dus ik vind dat echt grappig. Dat dan uiteindelijk... En er was ook maar één vrouw genomineerd. Überhaupt. Dus ja, dat is toch gewoon karma. Ik vind het gewoon grappig, sorry. Ja, maar ik vind dat dus goed. En dan had onder andere Frank Lammers heeft gewonnen. Uh-huh. En toen zei hij op een gegeven moment van... boeren, deed hij zo, go boeren en Iraanse vrouwen. En toen zei iemand, die zei op Twitter... Beetje jammer dat Frank Lammers de boeren in één adem noemt met de Iraanse vrouwen. Lever maar weer in die prijs. Hashtag kutboeren. Maar dan, wat zeg je? Hashtag? Hashtag kutboeren. Oh, oké, okay. Kutboeren. Maar dat heeft te maken met die Frank Lammers ook, echt. Ja, hij uitte dat zo op tv. Ja, hij en ging daarom cancel je hem gewoon compleet. Je verdient de hele prijs niet meer, flikken maar op. Nee, maar toen, hij zei eerst iets over de Iraanse vrouw en toen dacht die persoon waarschijnlijk, ah, wat goed van hem. En daarna zei hij, hij is ook pro-boeren. Nee, stom. Weet je, maar je kan ook niks meer goed doen dan. Toch, je mag niet, je moet uitkijken voor welk goed doel je bent. Stel, ik geef aan de Kankerstichting, maar ook AIDS-fonds geef ik geld. Ja, en dan ben je gecanceld. Maar ik geef ook dan, geld aan het AIDS-fonds. Godverdomme, laat dat maar. Ja, al die cancel hobo's, creative kan Dutch. Allemaal niet. Ja, is allemaal een eigen schuld. Bedoel. Ja. Oké, ik had hier, ik denk, nou, er komt er nog eens discussie, maar valt er ook wel een beetje tegen, maar goed. Wat voor discussie had je dan verwacht? Ja, weet ik veel, maar jullie kunnen ook zeggen, je hebt een goed punt. Je hebt echt weer een goed punt. Vet goed punt, man. Ja. Ja, maar het is een beetje zo allemaal voor de hak op de tak. Vind je die? Ja. Zullen we dan naar de sport gaan? Ja, maar dat noemen we het nog erger nu. Nee, want... wat ik wel mooi vind is... Blijf niet altijd op één onderwerp hangen of zo. Nee, omdat hier valt niks uit te halen. Of had je nog willen zeggen hoe kut Tim Hofman is? Nee, niet. Nee. Oké. Okay. Nee, dan gaan we naar sport. Ja. Nou, want, is het er lekker in. Maar ik denk, Reinier, dit is wel wat voor jou, toch? Badr Hari en Alistair Overeem. Heb je gekeken? Ja, heb ik gekeken. Ja, en Danielle, jij? Ja, maar dat vind ik mooi. Hè? Dat mensen dan zeggen van... een paar mensen heb ik gehoord zeggen van... Ja, Badr Hari was echt uit shape. Ja. En dan denk ik van ja, ik weet niet. Ik heb die roos zien vechten. Ik mocht willen dat ik... Zo'n arm had. Een tiende van zijn shape had. Ja. Ik bedoel, als hij je één klap geeft... Dan, ik denk dat ik gewoon hartstikke dood ben. Ja. Weet je wat? Kijk, tuurlijk, hij is niet zo in shape als ervoor. Maar het is niet dat die man uit shape is of zo. Nee. En wat heb je hem gezien? Ja. Kijk, hij zag er niet meer zo gigantisch uit als eerst. Maar het is niet uit shape. Als je ziet wat hij allemaal doet. Ja, maar je hebt zeg maar die trainer van hem. Die zat bij 7:30. Yeah. Of in ieder geval die gast die hem dan van vroeger... en die zei, ja, je mist op een gegeven moment wel je ritme en zo. Kijk, hij is natuurlijk niet meer zo aan het trainen als dat hij vroeger deed of zo. Dus hij moest dan weer helemaal dat oppakken. Dus dat vergt dan weer ook Ik heb dat ook, moet ik zeggen. Ja, ik ook. Moet je het weer helemaal oppakken. Ja, ik zou het ook niet meer zo kunnen doen. Nee. Dat vechten. Nee. Vroeger wel. Ja, jouw broer wel, toch? Die is echt, dat is echt een vechtmachine. Erik. Nee, Erik niet. Nee, maar die ander die is... maar die is Nederlands kampioen armworstelen. Oh, wauw. Ja, nee, maar het is echt zoveel aftrekt. Wat zeg je? Omdat hij zoveel aftrekt. Nee, maar het is echt een hele serieuze sport. Ik zei aan het begin altijd armpje drukken, maar dan worden ze boos. Oh, dus echt worstelen. Dus dat zeg ik dan meteen niet meer. Nee, het is arm worstelen. Neem het Hij doet toch echt een vechtsport? Is dat je jongste broer? Nee, hij deed... hij deed heel lang gewoon worstelen. Gewoon echt worstelen. En, maar dat doet hij lang niet meer. Nee, hij is nu Nederlands kampioen arm worstelen. Oké. Maar dat is best wel... Als je het ziet, het is ook best wel serieus. Die gast is echt serieus sterk. Ja. Maar het is wel echt een sport. Oké. Dat is wel grappig. Maar ja, ik weet niet echt dat ik een sport heb of zo, waar ik goed in ben. Jij hebt zwemmen. Ja, nou, daar ben ik niet goed in.
Oh. Dan ik, de, ik zie jou echt gewoon zo. Maar duik je er ook in of ga je eerst met je ene voet zo? Ja, gewoon bommetje. Nee. Ik ga van het trapje af. Ja, maar eerst met je trapje af, dat doe ik. Ja. Ja, weet je wat ook kut was? Op een gegeven moment... ga je echt van het trapje af? Ja, iedereen gaat van het trapje af. Dat, nee, je moet van een duiken, man. Ja. Je moet van een duikblokkie. Ja, oké. Okay, nee, maar je duikt door, je gaat er niet echt van serieus... Ga je echt serieus van het trapje af? Ja, maar dat trapje is... Anders is het te koud in één keer. Zeg maar, je komt het zwembad in en dan heb je ook gelijk een trapje voor je neus. Ja, waarom zijn die van een glijbaan creative? Nee, dat kan niet. Er is geen glijbaan. Maar wat dus irritant is... normaal gesproken, als je zeg maar overdag gaat zwemmen... Dan ga je gewoon het water in en dan kan je gewoon staan daar. Dat is 1,45 meter. Dus nee. Aan die kant, dan kan je staan. Maar ik ging nog eens een keer op donderdagavond. Toen ging ik ook zo maar toen was het opeens... was die bodem... Of ze hadden meer water in gedaan of zo. Toen ging ik opeens... stond ik met mijn... Ging me... hoe heet dat? Versoop ik zo wat. Omdat ik daar niet kon staan. Dat was echt heel stom. En ik ging als eerst ging het water in. Want ik ben natuurlijk enthousiast. Ja, ik ben een grote koe. Yeah. Koe in de wei. Die er buiten mag. Dus ik ging als eerste. Dus dat zag er dan heel lomp uit. Van, dat je in één keer zo onder water bent. Zo. Dat zag er heel stom uit. Maar je had toch ook die man die kon met zijn lul kon voelen hoe warm het water was. Dat heb ik kennen nog niet. Ja, dat haal ik nu niet met mijn kleding. Nee, maar die kon echt zo van... die zei van, ik kan met mijn lul voelen waar het water is. En dan is er zo lullend water. Zei, ja, het is, ik val 30 graden of zo. Ja. Ken je het niet? Nee, ik kan wel met mijn vinger. Als er zeg maar 10 vrouwen op een rijtje staan, dan kan ik inderdaad, als ik mijn vinger in hun kut stop, ook hun temperatuur meten. Dat heb ik een keer gedaan. En dat ging 4 keer fout, maar ja, toch even aan de kutte gezeten. En toen noemden ze de menselijke thermometer. Nee, maar die man die kon dus met zijn lul voelen hoe warm het water is. En die zei die andere man, die zei van, ja, hoe doe je dat? Ja, moet je gewoon proberen. Ja. Dus die andere man, die heeft zijn lul in water. En toen zei hij, en weet je hoe warm het is? Nee, maar het is wel 1,60 meter diep. Ja. Deze niet grappig? Ja, het is wel grappig. Ja, ik vind het wel grappig dat jij hem vooral heel grappig vindt. Ik vind het hilarisch. Ja. Ja. Nee, maar. Ja. We gaan even serieus onderwerpen. Ja, we waren bij Badder, want het was zo mooi. Want je hebt dus ook het einde gezien, denk ik, met die speeches. Nee, het einde niet. Oh. Ik kijk alleen het begin, dat vind ik altijd wel interessant. Ja, precies. Want inderdaad, ik hou gewoon dit in stand. Voor mijn gevoel zijn ze nu gelijk, ik zet dit uit. Heb je het einde gezien? Nee joh, ik kan bij het einde gelijk spelen. Dat begin, dat ja. Is belangrijk. Ja, ja. Oh, ja, maar, ja, ik heb het einde gezien. Ja, met die speeches, dat hij ook op een gegeven moment, want toen kwam Rico op het podium. En ja, toen ging Badder, die dacht, ja, maar nu moet ik ook mijn moment pakken. Ja. En toen zei hij, jongens, even respect. Ik wil iets zeggen, jongens, respect, dat heb ik toch wel verdiend, zei hij. Ja. Dat heb ik toch wel verdiend. Ja. Hij heeft gewoon iemand invalide geschopt en geslagen. Ja. Gewoon, wat is het, 10 jaar geleden met die Evering? Koen. Ja, Koen Everink. Van, ja, jongens, even respect heb ik wel verdiend. Nee, gast, dat is al heel lang kwijt. Weet ik niet. Ik zou het niet zo zeggen zoals jij. Nee? En je durft het al niet meer om dat te zeggen. Nee, 100% dat ten eerste niet. Ja. Nee, maar jij wordt ook niet met je naam genoemd in deze podcast. Nee, jij dat kan geeft gewoon niet. Alles precies. Eruit kramen wat je wil. Maar ja, Daniel en ik, wij zijn direct gewoon schietschijf van de Mokromaf. Nee, joh, niemand weet wie jullie zijn. Ja. Weet je, dan die weten wij te vinden hier. Danielle die met een kop gewoon in een kliko zit. Ja, verschrikkelijk. Die wordt gewoon in de reet geschoten direct. Gewoon drive-by shooting. Ja. Ja, wat is er gebeurd? Nou, er lag iemand met de kop in de kliko. En een kruispin op de reet. En toen moesten we van waar dat kruis zat, dan moeten we mikken. Oh, Rick, ja. Ik had er wel bij willen zijn dat jij gewoon in de kliko zit. Het is verschrikkelijk. Ik vond het echt, ja. Dat ik echt dacht, kan ik nog verder zinken? Ja. Ja, maar het is wel goed voor vandaag. Stel dat het dan helemaal, echt dan helemaal fout gaat. Dat je dan in de kliko zit, dan ben je aan het zoeken. En dan dat iemand zo dat ding dicht doet of zo, weet je, als slot erop. En dan, of dat die wordt geleegd zo, in zo'n machine. Ja, zo'n eerst dat ding ze eruit trekt. Zo'n bak zo, zo'n hijskraan. Ja. Ja, dat ja. Dat je ergens weer zo'n vuilstortplaats gewoon... waar niemand meer komt de hele nacht nu. En dan kan zeggen, ja, eindelijk thuis. Ja. Maar heel veel mensen die gaan ook zo dood, hè? Ja.
dat ze in slaap vallen in zo'n container en die wordt dan geleegd. Ja. Dat gebeurt echt heel vaak. Ja. Nou, nooit. Ja. Nou ja, maar misschien dat die mensen net zo verstrooid zijn als jij. Ja, dat was ik al. Dat je gewoon daar niet... Ja, nou, ik was echt wel verbaasd. Hoe zou ze het gewild hebben? Over... Nee, maar dit is echt erg. Kijk, ik weet hoe ik kan zijn, maar bij dit dacht ik echt, er zit geen druppel alcohol in. Er is niks aan het handje. En zelfs nu, vandaag, het enige wat ik hoef te doen... met de kop in de kliko. Ja, tussen de spinnenrag. Ja. En nadat ik eerst mijn auto opnieuw even moeten inparkeren, omdat gewoon de slang niet lang genoeg was om bij dat fucking tankdingdop van mijn auto te komen. Ja, maar dat komt omdat je auto dan gewoon aan de verkeerde kant stond. Nee, ik heb gewoon verkeerd geparkeerd, dat kan ik niet zo goed. Ja. Dus ja, daar begon het. Want weten jullie, ja, ik heb zelf geen auto, maar blijkbaar is er dus wel een ding, want ja, dan zie je... Ja, oké, okay, waar je benzine... Het pijltje. Ja, dat pijltje. Pijltje? Ja. Ja, je hebt toch een pijltje bij je kilometerteller, waar je tankdop zit. Dus heb je pijltje. Tankdop zit? Ja. Ik weet niet waar je het over hebt. Je kilometerteller, hoe hard je gaat. Ja, daar is een kilometerteller. Je hebt zo'n fucking tanktel ding. Hoe noem je dat? Ja, brandstofding. Ja, dan zie je toch zo'n symbool. Brandstofmeter heet dat ding. Oh, ja. En dan weet je wanneer je moet tanken, bedoel je? Nee, waar je ding zit, je tankdop, zie je. Je ziet een pijltje links of rechts van een symbooltje. En daar zit je. Maar dat weet je toch wel, waar je tankdop zit? Je bent niet zo'n... Ja, God, sommige mensen weten dat niet. En daarom heb je dus dat plaatje. Ik weet waar je tankdop zit, gast. Ja, of als je een huurauto hebt mensen, of zo. Ja, er zijn mensen. Ja, oké, als je een huurauto hebt. Ja, daarom. Ja. Huppakee. Nu ja, jij weer. Ja, goed zo. Nu ik weer, ja. Ja. Oh, wat is... Maar ik zie ook al voor me dat Danielle thuis komt en dan zegt ze van tegen haar vriend van, nou, je raadt nooit wat ik heb meegemaakt. En ze zegt, oh, je bent met je reet in een container gedoken en een kruispunt op je reet gehad. Nou, het zou me niks verbazen, denk ik. Ja, dat hij dat gewoon weet van, oh, weer dat zeker, of dat. Ja. Ja, nou ja, weet je, maar dit kan de beste overkomen, Danielle. Ja. En de minste. Ja, dat is waar, ja. Dat kan, ja. Ja. Maar ik was trouwens nog wel... Ik had een meme gemaakt, hè, van Badder. Ja, dat was van... dat ik zei... Jongens, ik wil even wat zeggen. En dan zegt hij, het is tijd. Tijd om te zeggen... om het te zeggen, ik identificeer me als meisje. Dat was dan mijn grap. Ja, joh, het was een beetje actualiteit. Ik denk, nou, dat is leuk. Maar dan merk je ook dat er toch wel heel veel... Badder Army mensen zijn. Zo, en, oh, dat merk je dan. Ja, er zei iemand, ja, anders identificeer jij je even. Weet je, oh. Dus... ja, nee, maar dat zeg ik dus nu ook net in de podcast. Kijk, want jij kraamt er weer van alles uit. Ja. Mensen kunnen gewoon opzoeken en dan staat je direct bij mij voor de deur. Ja, ja, nou, ik vind Bart een topkerel. Een goede gast is echt onderschat. Nee. Hij is een ethisch kompas in de hele bokswereld. Nee, ja. Nee, ik wil niet zeggen een ethisch kompas, maar... Het is ik wel. Ik kijk puur naar ze als sporter. Skills. Ik vond hem al van... Ja, natuurlijk. Ja, toen ik klein was, had ik ook zoiets. Barahari, dat was gewoon de man, weet je. Dat was gewoon, maar later, wat toen creative? Nou ja, toen kreeg hij inderdaad toch wel dat... Nou ja, dat hij met die rechtszaak gewoon... dat hij iemand helemaal de tering had gesproken. Ja, maar je moet toch ook gewoon niet over iemands wijf praten. Als de vieze hoer, dat moet je niet zeggen. Nee. Ja, dat is waar. Nee, dat moet je toch niet zeggen. Dan moet je zeggen, het is een vieze hoer. Kijk, stel iemand zegt het over jouw vrouw. Dan zet je ook gewoon een low-kick in, hoor. Nou. Toch? Ik vind dat te veel moeite. Ja. Jij zou zeggen, hoor je het ook eens met een ander? Ja. Nee, maar kijk... Het is ook, kijk, Badder, die kan dat. Kijk, die kan gewoon klappen geven. Maar ik kan dat niet. Hey, als iemand er over je vriendin praat, dan wordt het toch zwart voor je ogen? Nee. Dan ga je toch? Nee, dat heb ik dus echt niet. Nee. Nee, ik ook niet. Nee, ik heb dat ook niet. Nee, nee, maar kijk, als je het kan... Laat ze maar lullen, hoor. Laat ze zijn alleen maar jongens. Zoiets. Ja. Nee, maar als je het kan, is het een ander verhaal. Kijk, als je een vechtsport beoefent... Dat is wel grappig, want je had ook... was een... Maar bijvoorbeeld pijl en boog schieten. Ja. Stel je beoefent pijl en boog schieten. Ja, dan zou je toch van een afstandje ook iemand gewoon tussen zijn ogen... Net wel de brute. Gewoon lekker. Ja, dat zou ik gewoon vanuit mijn ramen ook gewoon... dat zeg je, ja, er is hier een buurtbewoner die helemaal doorgeslagen is. Ik ben gewoon... ik ben topsporter en ik vind het gewoon leuk om iemand gewoon met een pijl en boog... Dat was in Groningen. Dat was een gast. Dat is zo...
Vloep. Ja. Even wachten, even naar huis. Ga je doen? Ja, wacht, blijf even wachten. Zo, vloep, gewoon pijl in je ogen. Ja. Ja, hij is vechtsporter, hè? Hij is vechtsporter. Ja, ja, of stel, want je hebt ook kogelstoten. Dat je gewoon van die kogels thuis hebt liggen. Dat je gewoon heel hard een kogel in zijn hoofd gooit. Ja, klonk. Ja, maar dat is geen vechtsport, dat is atletiek. Ja, oké, okay, maar dat je kan speerwerken, maar ja. Ja, dan ze zeggen, ah, ja, dat is jacht. Nee, dan is jacht. Dan ze uitleggen van, ah, hij doet atletiek. Ja, wacht maar, dan gewoon speer en zo. Holy shit. Wat is dat voor een loser? Die zit op atletiek. Ah, wacht maar. Een paar woorden zo in zijn nek gooien. Ja, dat je dan eerst gewoon de 500 meter sprint gewoon doet. En daarna gewoon een dikke kogel die iemands kopje jast. Ja. Ja. Ja, mooi is dat. Ja. Maar het is dat, maar kijk, niet iedereen die gaat vechten zit op vechtsport natuurlijk. Hè. Het is gewoon agressie. Ja, maar ik ben niet sterk. Dat is een beetje mijn ding. Dan moet je slim zijn, zeggen mensen. Ja, dat is ook zo. Maar is jouw vriend ook... jaloers, Danielle? Nee. Maar komt hij nou ook voor je op als iemand wat zegt? Ik weet niet, mensen praten denk ik niet over mij hier. Nou, we hebben het genoeg over jou te praten. Dat weet ik wel, maar hier weet ik niet. We hebben het echt heel vaak over jou. In het reservaat. Ja, maar dat denk jij, dat mensen hier over je praten. Nee. Maar als jij weer echt met je kop in de kliko zit. Ja. Dat was wel een dieptepunt, man. Ga je wel eens ergens gezamenlijk heen met je vriend? Gewoon feestjes of Nee, niet veel, want zijn vrienden zijn... Zijn leeftijd 12 jaar ouder dan ik. Dus iedereen heeft kinderen en gezin en zo. Ja, maar dan ga ik toch mee? Ja, want dat heb ik wel een keer gedaan. Maar dat was wel heftig. Ik ben een kinderverjaardag geweest. Ja, maar jij bent zelf ook nog een kind. Jij bent heel jong. Jij zit dichterbij. Ja, dus daarom had ik ook meer vibe met het kind dan met de rest van de mensen. Oh, toen zeiden ze zeker maar thuis het eten, zet ze jou dan aan de kindertafel? Ja, met patat en zo. Ik wil kipnuggets, zeg ik dan. Oh, Danielle, die zit aan de kindertafel. Ja. Nou, dat is zielig. Ja. Dat is sneu. Nee, daar voel ik me thuis. Maakt niet uit. Ja, voel je dan thuis? Ja. Maar wat ik ook wilde zeggen met sport en zo. Jij wil ook zeggen. Nee, ja, dat klopt. Maar er was dus een wedstrijd tussen twee judoka's. Dus het was een judo-wedstrijd. Dat is wel handig, hè? Dan, stel je zit dan, je bent een judoka, maar je gaat dan hardlopen. Dat zou raar zijn. Nou, waarom? Dat is ook raar. Waarom? Van, ik zit op judo. Oh, dan ga je nu judo. Nee, ik ga marathon lopen. Maar je hebt gewoon boksen en schaken. Boksen en schaken. Ja, dat is gewoon een sport. Dan gaan mensen eerst een ronde boksen en een ronde schaken. Nee, wist je dat niet? Ja, dat is wel interessant. Concept. Ja, maar het is echt waar. Ik maak het is een soort van triathlon, maar dan anders. Ja. Ja. Nee, dat is niet. Nee, oké, dan niet. Nee, boksen, die gaan ze eerst een ronde boksen en een ronde schaken. Ik vind het vreemd wel. Ja, nee, het is ook heel vreemd. Ik ga dat uitzoeken, of dat zo is. Ja, ik denk dat ik lul. Nou ja, vaak wel. Ik had altijd met Chris, die zei altijd wat. En dan ging ik na de show, want hij gooide het dan voor mijn voeten. Ja, en na de show ging ik het controleren. En dan klopte er gewoon helemaal niks van. Ja, dat is ook Chris. Maar Ranier, die maakt nog een grapje vaak. Maar Chris was bloedserieus. Ja, maar mij kan je niet oppakken, want dit is echt een sport. Schaken en boksen. Schakenboksen. En vroeger had je ook, dat is helemaal gaaf, op de Olympische Spelen had je hindernis zwemmen. Dan flikt dus allemaal dingen in het water en dan moet je zo tussendoor omheen en overheden. Dat is echt grappig. Opblaaspoppen en zo. En, nee, gewoon echt hele mooie. Je hebt neuken afgegroeid. God. Ik ben echt goor. Ja. Maar schaakboks is een sport. Boksen en neuken, dat zijn misschien... Ja, boksneuken. Die wijf helemaal de tyfus slaat en dan... Ja. Oh, ik kan het niet. Of worstel neuken. Worstel neuken. Ja. Ik denk dat ik moet slapen, jongens. Ik denk dat ik ook moet slapen. Het is echt niet goed, hoor. Ja, maar ik probeer nou de hele tijd het verhaal over het judo te vertellen. Want er was dus iemand... Ze won de bronzen medaille. Oh, wat leuk. Nederlandse. Maar ondertussen was die de tegenstander, die was geblesseerd geraakt. Dus dat zei ze ook. En toen droeg ze dus die speelster, die geblesseerd was, naar de zijkant van de mat.
Maar ja, als je dat kan, ik kan dat niet. Stel dat iemand zegt, ja, ik heb echt pijn. En dan denk ik, ja, jammer. Ik heb een bons bakkomen. Maar dat ben jij. Zo ben jij ingesteld. Ja, ik kan je niet optillen. Dat, heb je niet iemand? Heb je niet een moeder thuis die je kan bellen? Nee, dat is het probleem. Ja, dat was bij mij altijd. Als ik wat had, weet je wel, dan lag ik ergens weer gestrekt. Ja, kan ik iemand bellen? Nee, ik heb niemand. Dat is ook heel kansloos altijd. Als je ergens lag? Ja, met mijn e-bike of zo. Kunnen we iemand bellen? Of weet je, dan ik maak wel eens... Als een soort quizvraag. Ja. Ja. Kiezen we het publiek, kiezen we de bellen of kiezen we de 50-50? Ja. Was het zo? Nee, dat was het niet. Kunnen we iemand bellen? Is dit een strikvraag? Ja. Nee, maar je hebt toch wel eens van, dan, wie moeten we bellen? Familie? Wie moeten we bellen? Maar hoe bedoel je? Je ligt op de grond. Ja, stel dat je gewoon in een trauma of in een shock zit of zo. Nou, de ambulance, denk ik dan. Ja, dat begint daar even mee. Ja, begin even met de ambulance, vriend. Ja. Ja. Wie moet bellen? Mijn ex, ja. Kun je mijn ex even bellen? Wie moet bellen? Ja, maar dat ben je ook niet helemaal lekker als je dat vraagt. Ja. Ja, of dat je zegt, ja, kan je die bellen en die? Want ik heb er zo aan, ik durf niet te vertellen. Als je nog een laatste goede daad wilt doen voordat je sterft. Ja. Echt waar? Weet ik veel. Wie doet dat? Niemand. Nee, dat gaat nergens zijn. Iker Casillas, die is homo, trouwens. Wie fuck is dat? Ja, keeper van Spanje was dat. Voetbal. Nee. Maar dat bleek later toch niet zo. Zijn account bleek gehackt te zijn. Mm. En toen had ging hij zijn excuses aanbieden aan de LGBTQ. Hij hield ook wel van ballen tegen. Ja, hij was heel goed met ballen. Yeah. En het was wel grappig, want er stond van, ik ben homo. En had Real Madrid had hem gelijk ontvolgd. Nee, dat niet. Nee, dat is niet waar. Maar dat zou echt heel grappig zijn, toch? Heel veel mensen die... Ronaldo begonnen meteen te volgen. Ja, ja. Zegt toch dat hij ook homo is? Ja, dat klopt. Maar het is hij niet, hè? Nee. Nee, maar het apart is... Waarom ga je excuses aanbieden aan de LGBTQ-gemeenschap... als je zegt van, ik ben toch niet homo? Weet je, ik bleek gehackt te zijn. Dan je hoeft toch niet je excuses aan te bieden... Of omdat ze dan balen van, kut. Als bijna iemand hadden we erbij gehad die ook homo was. En dat is hij is toch niet. Ja. Ja, goed. Ik merk dat de energie een beetje eruit is. Nee, ik denk dat we ervan uit voetbal, ja. Zo in de judo. Wat zit jij nou weer allemaal te sturen, Danielle, in de chat? Nou, interessante shit. Over interessanter dan judo, weet ik veel wat. Ja, het gaat over Ted Bundy, die was trans. Ja, dat is voor bullshit. Ik vond het echt weer zoiets feministisch van tegenwoordig. Ja, oké. Okay, nou, iemand al zegt, ja, oké, is goed, doei. Nee, maar ja, dat is niet belangrijk voor luisteraars. Niet interessant. Okay. Ik vond het wel lekker woke. Ik probeer in te haken op thema's van tegenwoordig. Oh, oké. Okay. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Zullen we... het is al klaar, toch? Ja, nou weet je wat het is? Creative, jij zit vorige keer te zeggen... Het einde is elke keer heel raar. Want we hebben toch een goede chemie. Ja, en een goede... En ik moet zeggen, voel jij dat op dit moment ook? Ja, dat heb ik wel. Alleen soms dan gaat het alle kanten op en dat is niet erg. En soms gaan we alle kanten op. We knippen een beetje met editen. We maken er iets heel moois van. Nou, en dan denk je, dit is kut. En dan gaat Creative, die gaat editen. Zo. En dan denk je, wauw, wat de fuck. Zijn wij dat? Ja, zijn soms, wij deze sterren, denken we dan? Soms valt er echt niet tegenaan te editen. En denk ik, nou, laat maar hoor. Want dan ben ik meer tijd aan het editen. Maar dan, ik ga er nu wel echt een einde maken, jongens. Ja, toch? Ik ja. ook. Oké, okay, nou, alles gesproken. Dus de luisteraar, die heeft niks gemist. Wat zei je daaraan hier? Ik ga er echt vandoor. Ja, okay. Nee, is goed. Ik ga er ook door. Tot de volgende keer, luisteraar. Tot volgende week. En de Zendcaster. Moet je gewoon nog steeds... ga lekker een podcast opnemen, joh. Zendcaster. Creative Zen is de code. En dan krijg je een korte... Hey, doei. Yo.